mij vragen. Wat is dat? Gekwalificeerd, is dat niet deze? Nee. Basisschool De Wegwijzer in Middenmeer nam op dinsdag 22 september samen met veel andere scholen deel aan de Nationale Buitenlesdag. Op deze manier lesgeven is niet alleen goed voor de leerprestatie, maar ook nog eens heel leuk. Juf Tineke, ja, het is Nationale Buitenlesdag. Ja. Wat hebben jullie allemaal georganiseerd rondom Buitenlesdag? Eigenlijk allerlei dingetjes die maar buiten kunnen. Eventjes een spelletje met spelling, waarbij twee groepjes tegen elkaar opwerken. Wat je nu aan de gang ziet is een circuit op het gebied van wereldoriëntatie. Want we zijn gaan starten nu met een nieuw thema van IPC. En dat wordt het thema ontdekkingsreizigers. Dus kinderen die ontdekken nu geuren, producten uit landen. Ze zijn bezig met atlas van allerlei vragen. En bij de kleuters zijn ook leuke circuitjes neergezet voor de kinderen. Waarbij ze aan het leren zijn, maar tegelijkertijd spelen. Ja. Dat is het leuke. En wat zijn de reacties vooral van de kinderen? Nou, dat is het mooie. Je ziet echt heel veel plezier, beweegplezier. Maar het is zo leuk dat het gecombineerd is met leren. Ja. Ja. En het is gelukkig vandaag nog hartstikke mooi weer. En beter kan het niet. Nee, hè? Alles wat eventjes buiten kan, even voorlezen, eventjes een spelletje in de kring. Dat gebeurt vandaag lekker buiten. En eigenlijk denk je nu... Als leerkracht, dat moesten we maar vaker doen. Ja. Ja, het is, alleen met mooi weer dan? Ja, met mooi weer natuurlijk. Ja, ja. Maar ook 's winters om eventjes lekker op te frissen. Niet alleen maar het kwartiertje, het speelkwartiertje of de tussen de middag. Ja. Hoe vinden jullie het? Wel leuk. Ja, wat zijn jullie aan het doen? We zijn nu memory aan het doen met woorden waarvan je de betekenissen moet zoeken. Wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan? De NIO-toets. Buiten gerekend. Film gekeken. Zo. Over ons thema. Ja. En kan je je nu beter concentreren? Of minder? Ik kan me beter concentreren. Even. Is er straks nog een gezamenlijke afsluiting? Of? Ja, we zijn vanmorgen begonnen met de zevensprong. En daar willen we de dag dus ook weer mee afsluiten. Ja. Ja. Met de hele school. Ja.